Hallo jongens en meisjes, wat fijn dat jullie weer kijken. Ik wil vandaag dit prentenboek aan jullie voorlezen. Weet je nog wel van Coco? Coco was een kleine vogel. En hij durfde eerst niet zo goed te vliegen, maar zijn moeder moedigde hem aan en ze zei: Coco, je kan het! En toen lukte het. Dit boek gaat over Tim. Tim is ook een kleine vogel. En de andere vogels, die willen Tim leren vliegen. Maar of dat lukt, dat zullen we nog wel zien. Luister maar. Tim doet zijn zin. Zo heet het boek. Tim doet zijn zin. Kijk eens, allemaal verschillende eieren van verschillende vogels. Tim doet zijn zin. Wie broedt daar op een ei? Het ei wiebelt. Het ei hobbelt. En hij rolt naar beneden tot krak, krak. Van alle kanten komen vogels aanvliegen. Jip, 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 wie ben jij? Wat voor vogel ben jij? En waar is je mama? De kleine vogel kijkt hem aan. Kijk, daar gaat het ei. Krak tegen een steen aan en er komt een kleine jonge vogel uit. En alle andere vogels staan om hem heen. Het maakt niet uit waar je mama is, zegt meester uil. Je bent een vogel. Dat ziet iedereen. Hij kijkt de kring rond. Wie gaat hem leren vliegen? De andere vogels kuchen en ze kijken naar de grond. Hij moet leren vliegen, maar hoe? Maar hoe? Roept de uil. Kijk, hij zit boven op de kop van de uil. Kleine Tim. De andere vogels staan in de kring. Kiep, kiep! Als mijn jonkies willen vliegen, dan laat ik ze springen. De andere vogels knikken. Ja, dat is een goed idee. Kom eens hier, jonkie, dan help ik je wel. Maar Tim hoort het niet. Kijk eens. Moeder Merel. En waar is Tim? Hij hoort het niet. Ik weet het, snatert vader eend. Als ik ga vliegen, dan neem ik altijd een heel lange aanloop. De andere vogels knikken. Ja, dat zou best eens kunnen werken. Maar Tim let niet op. Kijk eens. Vader eend. Hij neemt een lange aanloop als hij gaat vliegen. Maar Tim, kijk eens. Hij let niet op.
Vader eend doet het voor. Hij rent voorbij, terwijl hij heel wild met zijn vleugels klapt. Of, zie je wel, Pulletje? Het is heel makkelijk hoor, roept hij nog. Maar terwijl hij omhoog vliegt, ziet Tim het niet. Kijk, daar gaat hij. Een lange aanloop. Eerst een eindje rennen, met je vleugels klappen en dan ga je omhoog. Hij ziet het niet, hè, Tim? De andere vogels, die fluisteren met elkaar. De een zegt, hij wil het gewoon niet. En de ander zegt, hij probeert het niet eens. Nou, mijn jonkies luisteren veel beter, mompelt moeder Mereld. Maar Tim doet zijn eigen zin. Daar ligt hij, terwijl de andere vogels fluisteren. Ik weet waarom hij niet kan vliegen, spreekt mevrouw Arend. Het ukkie heeft grotere vleugels nodig. Ja, de andere vogels knikken. Ja, dat zou het wel eens kunnen zijn. Ze zoeken veertjes en takken bij elkaar om vleugels te maken. Oh, wacht even, aarzelt Tim. Maar niemand luistert. Kijk, dat is een aarzel. Een roofvogel. Ook een arend heeft hele grote vleugels. Ze zoeken takjes en veertjes. En kijk eens, daar loopt Tim. Hij wil nog iets zeggen. Maar de andere vogels luisteren al niet meer. Dan zijn de vleugels klaar. Ja, veel beter, knikt mevrouw Arend. Ze doet Tim zijn vleugels aan. En ze zet hem boven op de rots. Ja, probeer jij het nu eens? Goed je best doen, hoor. Tim kijkt in de diepte. Oh-oh. Had ik nou maar beter opgelet, denkt hij. Kijk eens. Daar is die. Met veertjes aan zijn vleugels. Kijk eens, mijn moeder Arend. Kijk toe. Heel hoog zitten ze op de rots. Langzaam beweegt Tim zijn vleugels op en neer. Oh, hij wankelt, hij worstelt, hij ziet de vleugels gevaarlijk in het rond en veertjes dwarrelen naar beneden de diepte in. Oh. Kijk eens. Veertjes vallen er weer af. Maar dan gooit Tim de vleugels aan de kant en hij roept heel hard: ik wil helemaal niet vliegen! Kijk, hij roept.
begrijpt het heel hard, want de letters zijn ook heel groot gedrukt. Ik wil helemaal niet vliegen, roept hij. Plotseling hoort Tim een stem. O, daar ben je. Ik zocht je al de hele tijd. Huh? Zijn papa is een pinguïn? De vogels kijken elkaar verbaasd aan. Pinguïns. Pinguïns. Pinguïns kunnen helemaal niet vliegen, zegt meester uil. Haha, dat klopt, lacht papa pinguïn. Maar we zijn wel heel goed in andere dingen. Ga je mee, Tim? Mama wacht op je. Pinguïns kunnen niet vliegen. Ze zijn wel goed in andere dingen. Waar zijn ze goed in? Joe, daar kom ik! Tim duikt het water in. En de andere vogels letten goed op terwijl de kleine pinguïn aanwijzingen geeft. Houd je vleugels langs je lijf. Steek je kop eerst in het water. Kom op, jullie kunnen het. Gewoon proberen. Duiken? Ik wil helemaal niet duiken, zucht meester uil. Tim is goed in duiken. En waarom zou meester uil niet willen duiken? En zo zie je maar, iedereen is wel ergens goed in. Waar ben jij goed in? Tot de volgende keer.